steenfabriek in Meelsbeek, die ligt al jaren verlaten bij. Maar er gaat nu toch iets gebeuren. Hoe zit dat? Ja, eindelijk gaat er inderdaad iets gebeuren. De steenfabriek in Meelsbeek, veel mensen kennen hem nog onder naam de steenfabriek van Huisman. Die is al een groot aantal jaren geleden verkocht aan de Wienerbergen Groep. En dat is een internationaal bedrijf die bakstenen maakt in heel de wereld, geloof ik. Die hebben dat bedrijf gekocht en die zijn 12 jaar geleden gestopt met de productie van bakstenen in Meelsbeek aan de Bloemenstraat. En ze hebben de afgelopen 12 jaar gekeken van wat moeten we nou met die fabriek daar en wat kunnen we daar gaan ontwikkelen. Er gaat dus nu iets ontwikkeld worden. Ik begrijp dat 15 luxe woningen worden. Ja, dat klopt. In eerste instantie is er natuurlijk al de laatste 12 jaar gekeken wat kan. De industriële ontwikkeling of alleen maar gas. Maar ja, uiteindelijk moet er natuurlijk ook geld verdiend worden aan dat stuk grond. Want het hele fabriek moet afgebroken worden. Er ligt asbest op de daken. En dat moet gesaneerd worden. En uiteindelijk, na zoveel plannen, ligt er nu een plan van 15 woningen. Die op een wat verhoogde terp liggen, zeg maar. Zodat de mensen die daar gaan wonen over de dijk van de naar de Maas kunnen kijken. Dus er ligt nu een plan wat haalbaar is, realistisch is, waar ook de bewoners van de Bloemenstraat zich in hebben kunnen laten kennen en het eens zijn met deze ontwikkeling. En de gemeente ook. Dus 15 woningen, wat luxe woningen op grote kavels, op een van de prachtigste stukjes in Meelsbeek. Maar waarom heeft dit allemaal zo lang geduurd? Ja, dat is toch altijd een combinatie van factoren. De ontwikkelaar, dus de eigenaar Wienerbergen, die zoekt naar een oplossing waarbij de kosten die gepaard gaan met het saneren van de hele fabriek, het asbest te verwijderen, eruit kunnen komen. En ze zijn iedere keer met plannen gekomen waar of de bewoners het niet mee eens waren, of het gemeentebestuur het niet mee eens was. Dus plannen waarvan wij zeggen, ja, die ontwikkeling willen wij niet op die plek. Vaak waren de plannen die ook nog best redelijk waren, maar die uiteindelijk gewoon door economische crisis niet verder gingen. En nu is er eindelijk een plan waarvan alle partijen zeggen, het is een prachtig plan, het komt financieel uit en we gaan nu aan de gang. En de college gaat deze week een intentieovereenkomst sluiten met Wienerbergen om deze plannen verder uit te werken. En wanneer gaat zo'n een en ander van start? Na het tekenen van de intentieovereenkomst gaat Wienerbergen aan de slag om bestemmingsplanwijziging aan te vragen. Dat gaan we direct doen. Dat duurt tot ongeveer augustus volgend jaar. En als de intentieovereenkomst is getekend, gaat Wienerbergen ook zich inzetten om, als het kan, dit jaar nog, het asbest van de daken te verwijderen. En dat zal met name de bewoners van de Bloemenstraat heel prettig vinden. En dan begin volgend jaar zal het restant, dus de bebouwing die zal, zeg maar, de bebouwing die er staat, zal tegen de vlakte gaan. Daarnaast kijken we of we nog wat cultuurhistorische elementen overeind kunnen houden. De schoorsteen blijft, als het kan, behouden. De kantine werkplaats blijft behouden. En we kijken of we die prachtige stukjes cultuurhistorie uit het verleden nog kunnen redden. En zo zit dat.